het werk en thuis. Dit is jouw radio. Ja, en we zijn bezig met de grande finale, oftewel het laatste stukje van het spannende onthulling straks natuurlijk van het Glazen Thuis 2020. Even ademhalen, Pien. Nou, even. Bijna op. Ja, bijna. Maar nog niet helemaal. Nee. Wat was het een rollercoaster? Wat was het leuk, hè? We hebben echt zo'n bijzondere week achter de rug. Het is niet te geloven, maar het was leuk. En we hebben het erg naar ons zin gehad. En ik vind het ook gezellig dat ik nu met jou even hier zit nog. Bedankt natuurlijk aan Corine en Peter die de laatste uren van het Glazen Thuis 2020 helemaal netjes hebben afgerond. Natuurlijk met Marianne in de productie. Perfect gedaan. Ja. En ik vind het helemaal gezellig. Heb je het naar je zin gehad? Ik heb een waanzinnig mooie, bijzondere week achter de rug. Heb je kriebels? Gebeurt er al wat? Ja, er gebeurt al wat. Ja. Het is net woensdagavond, ja, hè? Ja. Wat een avond was dat, hè? Ja. Hey, en we hebben ook nog een hele speciale gast, dames en heren. Ja. Want kijk eens, de Masked Singer zelf. Hij is helemaal uit zijn pak. Mag een groot applaus voor niemand minder dan onze meneer Gerard van der Twee. Hey! Dank u wel. Mag ik Gerard zeggen of van het meneer Van den Twil? Nee, het is gewoon Gerard van den Twil. Gerard van den Twil, heel goed. Hoe is het met u? Het gaat bijzonder goed. Ja? Een hele mooie dag achter de rug. Ja. Regelmatig dus naar de radio geluisterd via de auto. Of tenminste, de auto zat. En verder op kantoor en in de kantines hebben onze medewerksters mijn eens even vrij waren. Dus natuurlijk het prachtige programma Veranderd Glazen thuis kunnen volgen. Dus u bent goed op de hoogte gehouden? We zijn goed op de hoogte gehouden deze week. Heeft u wel boeking voor optredens voor volgend jaar? Die zijn nog niet binnen, maar het is vandaag. Het is nu de finale, is zojuist bekendgemaakt. Dus ja. Ik wacht met spanning natuurlijk dus mijn opdrachten af. Hoe vond u het om de Masked Singer op te nemen? Waar bij Peter Verkleed toen, maar vond u het leuk? Ik vond het geweldig en vooral het team wat omheen stond natuurlijk. Hè. Dus de gemoedelijkheid, hoe het er dan toe ging allemaal. En elkaar helpen om er één succes van te maken. En de bewuste persoon niet herkenbaar te maken. Ja. Ja, leuk geoefend, maar het was echt leuk. Heeft u nog appjes gehad vandaag van u bent het of niet? Ik heb de appjes nog niet nagekeken. Nee, okay. Mijn telefoon die ligt hiernaast. Ja. En vanavond zal ik eens even kijken. Maar ongetwijfeld zullen die er zijn. Ik heb wel een paar telefoontjes gehad. Ja, leuk. U praat over appjes. Gewoon dat ze het even wilden weten. Zeker. Dat ze wilden weten of het echt waar was. Ja, dat was echt. Dat heb ik begrepen. En ABC. Ja, nou zo werkt het wel. Ja, absoluut. Helemaal leuk. We hebben nog wat feitjes en we hebben nog wat facts. We hebben nog gewoon wat feiten van de afgelopen 6 dagen op een rijtje gezet. Zullen we die even doorlopen? Gewoon leuk. Dat is leuk. U mag er ook op reageren, meneer Van der Twil. Als u zegt, wat leuk. Maar gewoon hoor, dat vind ik leuk. We gaan gewoon mee. Hallo. Hallo. Ja, gezellig. Nou, kom maar op met die feiten van je. Dat gaan we zeker doen. We hadden bijna 100 wensen in ontvangst mogen nemen. 100 bijna. Ja. Waanzinnig. Er waren er ongeveer 10 voor jou en voor Corin. Oh, maar had je niet meegeteld bij die 100? Die zitten erbij in. Kijk. Die hebben we meteen aan de kant gelegd. Dat was de afspraak. Dat was de afspraak. Maar de mensen die geven lekker aan je door op een later moment. Kun je daar naar kijken. Helemaal leuk. Dankjewel. En we hebben ontzettend veel dingen gedaan. Voordat we begonnen hebben wij hier een kaartje door de bus gedaan bij de mensen. Zat bij de krant. Ja. En die is 17.000 keer is die afgedrukt en door de bus gegaan. Ja. En dat was eigenlijk het hele idee. Een positief geluid meegeven. En mensen konden dat zelf invullen. Super, hè? Dat is een leuk idee ook. Ja, en er stonden meteen de kanalen op waar ze op te luisteren waren. En we hebben heel veel mensen gehad die alles goed hebben gevolgd. Ja, zeker. En ik noem even wat feitjes, want er is zoveel de revue gepasseerd. Mm-hmm. 29 bossen bloemen zijn bij de mensen thuis gebracht. We hadden hele leuke borrelplanken in de verloting. 26 dinermodden hebben we gewoon gekocht. We hebben alles gekocht bij ondernemers uit de gemeente Nijkerk. Elke euro die wij hebben uitbesteed is in de gemeente Nijkerk gebleven. Mm-hmm. We hebben zoveel gedaan. We hebben flesjes kruidenbitter weggegeven aan het Zeemanskoor. Ja. We hebben 9 springkussens bij 9 basisscholen hebben wij opgezet, opgepompt. En alles wat niet meer mocht, dat is als een tegoed bij de scholen op een cheque meegegeven. Mm-hmm. Bonbons voor verschillende koren hebben we gehad. We hebben prijzen voor de loterij van Hello You. Ja, dat was ook leuk. Ja, waren ze ook heel blij mee. Ja, mooi, hè? Deze was ook wel heel erg leuk. We hebben echt van alles gedaan. We hebben een complete houtkloofmachine voor de Veense kas. Ja. Daar ben jij geweest. Dat was zo leuk. Dat was zo leuk, ja.
Dat is, weet je, als je daar komt, die mensen die zijn zo dankbaar ook. En ja, het is zo'n hechte club. En dan zien ze dat en dan kom je met zo'n ding uit die auto. Ja, dat is waanzinnig. Helemaal ja, en we hebben het gewoon een beetje zelf bedacht. Soms dan kregen we een aanvraag voor een bosje bloemen. En we dachten, ja, hier moeten we meer mee doen. Ja. En dan pakken we gewoon even uit. Dat hebben we gedaan. Dat hebben we ook gedaan voor de kinderopvangen, voor de mensen die er werken. 110 waren dat er, hè? Ja. 110 bossen bloemen in één keer. Voet, gingen we op pad. Dan ben ik de bloemist op en sta je nog bij de groothandel. Ja, oké. Even 110 bossen en dan morgenochtend hebben we ze nodig. Dat was een beetje het idee van de week. Ja. Deze is denk ik ook wel heel erg leuk. Die heb jij helemaal verzorgd, hè? Ja, die kerstpakketten, ja. Ja, zij belde mij op. En dat was hartstikke leuk. Ze zei van ja, mag ik misschien even live in de uitzending? Want dan kan ik misschien een oproepje doen voor de mensen. Want zij verzamelt al jarenlang kerstpakketten. Maar stelt zij samen voor de mensen die echt heel weinig hebben. En zij zitten in Paasbos en helpen ze ook heel veel mensen in de buurt aan. Maar ook verder in Nijkerk. En ze zei van ja, het is gewoon wat minder, weet je. Ik krijg gewoon geen sponsoren ervoor. En wat willen ze ook weer hebben voor dat stukje vlees? Wat was het ook weer? Cordon bleu. Ik heb nog nooit iemand zo blij gezien met een cordon bleu. Met een cordon bleu. Dat was de tranen in de ogen. En ik vond het fantastisch. Ja. En die mensen hebben dus de hele woonkamer lachen vol met spullen. En toen kwamen wij eraan met kratten vol. Echt niet normaal. En die hebben we gewoon ook in de woonkamer erbij gezet. Dan gaan ze dit weekend gaan ze allemaal uitzoeken. Ja. En dan maandag en dinsdag gaan ze het allemaal verspreiden. Ja, dat was ook erg leuk. Het leuk was, ze werden zelf ook genomineerd voor het goedbon om een hapje te gaan eten. En dat denken ze helemaal niet eens aan. Ze zijn alleen bezig met andere mensen. Dus ook zij werden in het zonnetje gezet. Yes. En de mannen van Bar Strijland, die werden ook zo ontzettend vaak genomineerd. Daar werden er helemaal niet goed van, hè? Nee, op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, ik kon nog één keer de macht de trom brengen en nou moet ophouden. Ja. Was ook heel gezellig. Die zien het. Dus dat hebben we gewoon even gedaan. Zeker. En we hebben ook aan de A1 mediagroep hebben wij aangeboden dat we hier het hele pand van binnenste buiten bovenonder gaan schoon laten maken. Want we zijn moe gestreden, toch? We zijn op visite geweest en moet je het daarna weer netjes achterlaten. Dus zo, dat gaan we netjes oplossen. Ja, absoluut. Ja, en zodra de horeca weer open is, dan is het eerste rondje bij de bar, bij Cero en bij de Bastille, die is van het glazen thuis. Ja, ja, superleuk. Zodat wij hun ook niet vergeten. Mm-hmm. Wat hebben we nog meer gedaan? We gaan gewoon door tot 10 uur, doen we eens. Ja, we hebben de tijd. Wouter, wacht maar even. Ja, nee, staan er klaar. We hebben een citytrip voor vader en zoon. Die heeft Peter vanmiddag nog uitgereikt. Dat was ook, kwam heel mooi terecht. En we zijn bij Verhoog geweest. Oh, dat was ook zo leuk. Ja, toen hebben we die meneer Bas, was dat, die hebben we opgehaald. Die was namelijk ook door corona. Hè. Die heeft corona gehad. Herseninfarct, revalidatie, zit nu zijn baan kwijtgeraakt. En die was door zijn zoon was die genomineerd. Ja, daar ben ik heen geweest om te verrassen. Zijn zoon zat in het spel. De hele familie, alleen Bas wist zelf van niks. En die hebben we opgehaald inderdaad met een mooie auto van Hans Classic Cars. Daar hebben we even uitgepakt. Zijn we naar Verhoog gegaan, ja. Ja. Dat was superleuk. Dat was kippenvel. Sommigen die komen bij je binnen en dan denken we gewoon, dit gaan we even met de dikke strik eromheen doen. Dat hebben we gedaan. Volledig verzorgde beautybehandeling. We hebben bonnen van Toebas gekregen. Die hebben we bij de Zonnebloem gebracht. 50, hè? 50 bonnen hebben we bij de Zonnebloem naar binnen gegooid. Die stond ook helemaal te huilen. Stond heel in het zonnetje. Dat was ook leuk. Niet alles is op televisie geweest, maar het was wel echt vet. Ja. Ja. Even kijken, wij hebben bonnen om het huis in te richten voor mensen die een huis uit moesten. Ja. We zijn bij... Oh ja, de Heitie's. Ja. Komt u maar. Wouter Bakker, 134 keer. Meneer Van der Pol. 75 keer. Of bij Van der Pol, sorry. Arkemeen, 86 keer Sint-Joseph, 70 keer bij Kopperhoef. Ja. Vandaag als een klap op de vuurpijl hebben we gewoon ook nog een nieuwe schutting geregeld. Ja, met een poort. Met een poort, wordt geplaatst ook, dus dat is wel lekker. Oh jongens toch, dat was toch wat. Het was fantastisch, hè? Ja, wij hebben gelachen, En dit is een grote greep. Het zijn ook nog heel veel andere dingen. En de flesjes en de stollen en weet ik wat. Ja. Zakken, oliebollen. We hebben over, het is van te veel bijvoorbeeld genoemd. Maar dit is een kleine greep. Ja. Uit hetgeen wat we allemaal gedaan hebben. Een kleine greep, een hele grote greep eigenlijk. Noem het klein. En eigenlijk hadden wij ook nog één laatste wens. Ja. En dat wilden we zelf eigenlijk graag. Omdat we denken dat heel goed op zijn plekje terechtkomt. Maar we kregen zoveel wensen dat we dat bedrag net niet helemaal rond hebben gekregen. Mm-hmm. En toen hebben wij een klein beetje hulp gehad van Gerard van der Twil. Ja, een klein beetje. Kijk. Nou, noem het een klein beetje. Ik schuif hem maar even naar meneer van der Twil toe. Ja, dat is wel zo netjes. Ja. Ja, zeg het ook maar. Wanneer ik zo die opsomming hoor allemaal dus van al hetgene wat aangevraagd is de afgelopen weken en wat allemaal gedaan is,
heb ik groot respect dus voor deze organisatie. Want het is natuurlijk nogal niet wat om dit te mogen organiseren. En daarom wil ik eigenlijk ook beginnen eigenlijk dus met al die vrijwilligers van de radio en van de televisie. Hier de televisie, de radio. Alle vrijwilligers die deze week hebben gewerkt, enorm te bedanken en te complimenteren. Wat zij gedaan hebben voor Nijkerk. Het is, heet ook dus dan het glazen thuis. Het is het glazen thuis in Nijkerk. Nijkerk of gemeente Nijkerk, laten we het zo zeggen. Van Nijkerk Hoeflaken, dus één. En het is geweldig wat jullie deze week tot stand hebben gebracht. Daar wil ik mee beginnen. Dankjewel. Daarnaast, ik ben vanavond, zoals je weet, ik ben er al eerder bij betrokken. Dus bij deze mooie organisatie. Ja. Allemaal in het geheim. Dat heeft gelukkig niemand gemerkt achter de schermen. Maar dat kan ik dan nu wel zeggen. Ja. Ik heb ook gezegd van, het is fantastisch wat jullie gaan doen. Doe je werk, geluister, kijk dus naar de aanvragen die er komen en probeer zoveel mogelijk te realiseren. Maar we moeten het gezamenlijk doen, we doen het met z'n allen doen. Nou, en we hebben het zojuist gehoord, honderden mensen hebben hier aan meegewerkt. Ja. Maar duizenden mensen hebben er hier ook naar geluisterd. Dus we hebben goodwill gekweekt, ook voor Nijkerk, in deze moeilijke tijden waar we in leven, in de corona. En er zijn heel veel mensen die net het setje nog nodig hebben, dat hebben we gehoord. Ja. En dat wordt gedaan. En ik heb gezegd dus in het begin dus van deze actie, ga eerst aan de kaart trekken. We gaan het met z'n allen doen. En laten we zoveel mogelijk realiseren. Mm-hmm. En er waren nog een paar dingetjes die zijn blijven liggen. En ik heb gezegd van, ook als blijft dat liggen, ik zal ervoor zorgen. Wij zullen proberen dus een bijdrage te leveren. Nou, vanavond om 6:00 wisten we de globaal. Mm-hmm. Dus wat er binnen was gekomen, dat was ik. Niet, jullie he? Weten het niet. Geen. Jullie hebben geen idee, mogen jullie ook nog niet weten. Nee. Dat hoorde je zo meteen misschien van de penningmeester. Zo zal het wel wezen. Ja. Maar in ieder geval, om die wens ook nog te vervullen die jullie zo graag wilden vervullen, toen kwamen er nog zo'n 3700 euro kwamen nog tekort. Wow. Dus bij deze, waar mag ik hem houden? Je mag het die camera houden. Mag het die camera, meneer Van der Tulp? Die camera mag ik. Ja, perfect. 3700 euro kwamen nog tekort. Nou hebben we het geluk gehad, dus dat we om 6:00 dit al hebben bepaald. Ja. Gelukkig is er na de tijd nog meer binnengekomen. Dus u kunt nog meer wensen voldoen. Maar dit staat als vastgegeven naast mijn andere bijdrage. Waanzinnig. Dankjewel, meneer Van der Til. Ja, Van der Til, het is fantastisch. Het is zoveel. En dat heeft dan de aanvulling op hetgeen waar jij eigenlijk op doelde. Wat meneer Van der Til ook zegt, van dat er moest nog wat aangevuld worden. Nou ja, ik zou zeggen, waar hebben we het dan nog over? Wat je nog meer gedaan hebt? Wij hadden van tevoren een potje vastgezet dat we zeiden van dat willen we graag doen. En er kwamen zo ontzettend veel wensen binnen dat het steeds meer er vanaf ging. En dus dacht ik, we willen het wel graag. Mm-hmm. We hebben even ons huiswerk gedaan. 498 mensen in de gemeente Nijkerk werken in de zorg. Wow. Die hebben het nu lastig. De horeca heeft het lastig. Dus elke zorgmedewerker krijgt van ons een cheque ter waarde van €25 te besteden bij de horeca in de gemeente Nijkerk. En dat brengt ons op een totaal van maar liefst €12.450. Yes. Okay. Yes. 12.450 euro, jongens. 498 keer €25 voor de zorg. Dat was, dat was. Ja, ik weet het, ik kan zo janken, maar dat moet ik nu even nog niet doen. Ik ga proberen het uit te stellen. Wat een geld, wat mooi jongens, wat mooi. Dankjewel ook dat u dan, dat allemaal voor elkaar is gekomen. Dat het, dat is leuk, hè? Want alles wat we aanraken, dat lukt en het werkt. En mensen zijn zo enthousiast, ondernemers, vrijwilligers, die zeggen, kunnen we wat doen, we helpen. En dat heeft hij ook hartstikke mooi gedaan. En daardoor kunnen we dit nogmaals dank. Heel blij dus dat ik dat heb mogen doen. Ja. En het is een groot succes geweest, dat kan ik wel zeggen. Dat heb ik ook gehoord, dus van tientallen mensen. En wat mij betreft gaan we volgend jaar weer verder. Maar dat laat ik graag over aan deze mooie organisatie. We dachten dat we er klaar mee waren. Ja, wie weet. Maar en tot slot wil ik in ieder geval alle luisteraars en alle kijkers de allerbeste, of tenminste prettige kerstdagen toewensen. En heel voorspoedig en gezond 2021. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk in deze tijd. Ja. En in deze moeilijke tijd. En ik zou zeggen, houd moed, heb lief. Zo is dank u wel. En ook zeker voor woorden. U. Allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dames en heren. Ik zie in mijn linker ooghoek de heren van Ridden Dit en al klaarstaan. Die staan er waarschijnlijk ook te kijken naar het beeldscherm. Omdat het zometeen allemaal natuurlijk op het beeld gaat verschijnen.
Rest mij nog een paar kleine dingetjes te doen en dan gaan we het filmpje instarten. Ik wil graag bedanken alle sponsoren. Echt uit de grond van mijn hart. Ik heb het een 6 weken geleden hebben we dit bedacht. 6 weken. We hebben het uitgewerkt en we hebben heel veel steun gekregen van jullie en van heel veel mensen. Die perfect. Alle kijkers, luisteraars die de afgelopen dagen gekeken hebben, die gestemd hebben, die gedoneerd hebben, die op welke manier dan ook ons een steuntje in de rug gegeven hebben. Fantastisch. Het was hartverwarmend. Het was echt leuk. Daardoor gingen wij ook door. Iedereen die gedoneerd heeft, want ja, dat was ook belangrijk. We moesten centjes hebben. En natuurlijk mijn gele crew. Ik zeg de mijne, want ik vind het toch wel echt wel fijn dat ik zoveel fantastisch mooie mensen om me heen heb. En ik heb een kerngroep. En ik heb heel veel mensen die heel dicht bij me staan en wat verder weg en die veel thuis gewerkt hebben, maar ze zijn allemaal even belangrijk, want zonder jullie hadden we dit nooit en nooit kunnen doen. En ik zou zeggen, jongens, als we er klaar voor zijn, zou ik zeggen, start de band maar in. En ik ben zeer benieuwd waar wij dit glazen thuis 2020 mee geëindigd zijn. Ja. Here we go. Wow, dames en heren. Ik wacht heel even op de beelden dat ze thuis ook binnen zijn gekomen. Wat een bedrag zie ik hier in beeld verschijnen. Het is niet te geloven. Ik ga het gewoon rustig aan zeggen, want u kijkt thuis nog mee. En wij zijn nu al live. 33.347 euro en 81 centen. Hey! Wauw. Kippenvel, hè? 33.000 euro, 347... Of nee, ik zeg het weer. 33.347 euro en 81 cent. Geweldig. Niet normaal, geweldig. Is goed op zijn plek terechtgekomen. Waanzinnig bedankt. Gemeente Nijkerk, dankjewel, dankjewel, dankjewel.